Teleg jawa tra bede her pasi watra ma chino ma her pasi de kot koti na kranus lap lap udau tidak bakal na pasi mangga fesi. Apa aku apa problem dis no? Iya to dek esan itu darom to. Eresin dek ek oleh dor under. Eresukang kuku dar kapot tekan. Ba dus esa eret pa onso kron dus wakin ini ambil. Dus tak tes di problem here. Ini sesuatu yang harus dijahit here. Kestra mesti ada di rumah. Kestra air kestra. That is needs. That is panak is atwater yang bicara lah. Here was a water kestra. Here. And so on dari wali lah. Minister Yat Nur Muhammad Ibn Zahko kom orienteren te weg naar zee? Nou, we hebben geconstateerd dat vanaf gisteren, maar al een paar dagen, zijn we op de hoogte dat het water weer binnen zou komen. Dat wisten we eigenlijk ook al toen we begonnen met werkzaamheden, dat het gebied heel fragiel geworden is. En we zien dat vanaf gisteren het water inderdaad heel veel naar binnen gekomen is, de weg vernield heeft via hetzelfde perceel, waar in feite heel veel bomen weggehaald waren en waar die dam weer doorbroken was, is hetzelfde weer gebeurd. Dus er is maar één oplossing, dat we op een heel goedkope manier een verstevigende dijkje aanbrengen langs de weg. En dat we in zee, een tweede voorwaarde is dat we in zee een netwerk van kribben moeten aanleggen om die golven te verbreken, want die golven zijn enorm krachtig op dit moment. Dat heb ik zelf gezien. En voor de rest is er een sluis met de afvoer, dat werkt op zich heel goed. Er is genoeg opslag voor water hier, dus dat is geen probleem. Maar een derde is ook dat we de regering gaan oproepen om huizen klaar te gaan zetten en gronden klaar te gaan zetten. Want u weet, dit gebied is nu in kritieke zone, kritieke toestand, dus we gaan geen grappen maken. Dus die boodschap gaan we de regering zo meteen informeren. Want er zijn wat mensen die hier wonen die ernstige schade lijden. En op dit moment moeten we voorbereid zijn dat de volgende vloed kan groter zijn. Kan dramatischer zijn. Maar we gaan proberen het heel snel te minimaliseren. Vanavond finaliseren we de documenten, et cetera. En dan gaan we kijken als we morgen of overmorgen kunnen starten daarmee. En dan komt een vijfde ding. Dat is een informatiesessie voor de buurtbewoners. Op voordracht van de RR, DR-leden en de buurtbewoners zelf. Dat we ze ook alvast een beetje beginnen te informeren over de situatie. Toch? Maar feit is, we gaan even kijken hoe we op grond van mensen een nieuwe dijklichaam kunnen aanbrengen. We gaan het niet meer in zee doen. We gaan op de bestaande grond het doen, zodat er veel meer grond beschikbaar is. En dat materiaal een beetje kan drogen ook in de tijd. En dat we die goed kunnen beschermen. Op dit moment wat u heeft geconstateerd, zal de regering veel kosten? Nee, op zich is het geen dure grap, omdat machines heeft de overheid. Het materiaal is er al, dus dat kost niet veel. Als we in de zee wat willen doen, kost ook niet veel. En de kanalen profileren en wegbrug kost eigenlijk ook niet veel. Dus het is geen dure grap. Minister Soudin, ten aanzien van de landbouwgronden, u bent zich ook komen oriënteren. Wat heeft u te zeggen aan die mensen die de landbouwgronden eigenlijk te onder zijn gegaan vanwege het water? Ja, en ik kijk meer naar het landbouwkundig deel inderdaad. Dus je hebt hier een kanalen door die percelen lopen, dat nu verzeild is geraakt door zeewater. Je kunt het water niet meer gebruiken om te irrigeren, de gewassen, omdat het zoutgehalte te hoog is. Maar bij sommige percelen zie je koeien grazen. Koeien die uit die kanalen water gingen drinken. Dus die gaan een ander probleem hebben. Je gaat nu vers water moeten aanvoeren voor die koeien. Dus dat deel van het landbouwkundig deel. Uiteindelijk, als het zo door blijft gaan, dan gaan al die gronden verzeild raken. Dus onbruikbaar voor de landbouw. En dat nemen we mee voor de regering, zoals mijn collega het eerder zei, om aan deze zaken te werken. Want zo kunnen we niet doorgaan. Dus letterlijk dweilen met de kraan open.